Wat wil je echt? Waar word je gelukkig van? Hoe wil jij je leven invullen? En wie wil je zijn? Als je weet waar je authentiek naar verlangt, kun je je een voorstelling maken van de toekomst. Zo helder en concreet mogelijk. En uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk dat kan zijn. Twijfels en beperkende overtuigingen maken het lastig. Creëer vanuit je hart. En denk niet, dat kan ik niet of dat lukt me nooit. Maak jezelf niet klein in je dromen. En durf in jezelf te geloven. Bij visualiseren is het belangrijk dat je een zo helder mogelijk beeld creëert van het meest gewenste ideaal. De verwezenlijking van jouw authentieke verlangen, van je meest oorspronkelijke droom. Hoe ziet het eruit? Ervan uitgaande dat we allemaal een architect in ons hebben, jij en ik, is het de architect die in deze stap aan het werk is, die de beelden creëert en niet de strateeg. Het is dus belangrijk om niet allerlei tussenstations te gaan visualiseren die uiteindelijk leiden naar het eindbeeld en jezelf ook geen onnodige beperkingen op gaat leggen, maar de nadruk gaat leggen op het meest gewenste ideaalbeeld, hoe het er in de toekomst uitziet. En toch is het minder makkelijk dan dat het klinkt. Als ik mensen om me heen vraag wat ze zouden willen, wat ze echt zouden willen, dan krijg ik vaak als antwoord: ik zou heel veel geld willen hebben. Ik zou heel erg rijk willen zijn. Als ik vervolgens vraag waarom, dan is het antwoord: omdat ik dan kan doen wat ik echt zou willen. En wat is dat dan? Wat wil je echt? Alles wat door mensen is gerealiseerd, is eerst gefantaseerd. Niet alles wat is gefantaseerd, is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Blijkbaar heb je nog iets anders nodig. Blijkbaar mist er vaak nog iets. Je zou het een visie kunnen noemen, je zou het een plan van aanpak kunnen noemen. Je zou het gedachtekracht kunnen noemen. De kwantumfysica gaat ervan uit dat alles bestaat uit energie. Alles in het universum bestaat uit energie. Mijn lichaam, jouw lichaam, de natuur waar ik in zit. Alles in vorm bestaat uit energie. Ook een gedachte. Een gedachte heeft een bepaalde trilling, een bepaalde frequentie. En op het moment dat je iets denkt, op het moment dat je de gedachte uitzendt, het universum in, komt iets in jouw leven in vorm terug van een overeenkomstige trilling, van een overeenkomstige frequentie. En zoals Newton zei, iedere actie heeft een gelijke, tegenovergestelde reactie. Dat wat je uitzendt, dat wat je geeft, komt naar je terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor de energie die je uitzendt. En aangezien je je hele leven aan het denken bent, ben je je hele leven aan het creëren. Zoals de Boeddha zei, we zijn wat we hebben gedacht. En deze wet, volgens de kwantumfysici, is niet alleen werkzaam in mijn leven en in jouw leven, maar in het leven van ieder mens in de geschiedenis van deze planeet.
Visualiseren is iets anders dan denken. Bij denken maak je gebruik van opvattingen, van antwoorden, van vragen, van berekeningen. Bij visualiseren maak je gebruik van beelden. En op het moment dat je visualiseert, op het moment dat je iets helder voor je ziet, zo helder en zo concreet mogelijk de verwezenlijking van het meest gewenste ideaal, van jouw authentieke verlangen, op het moment dat je dat doet, dan gebeurt er iets. Hoe meer helder het wordt, hoe meer helder je het voor je ziet, hoe meer twijfels er komen. Hoe meer beperkende overtuigingen er komen. Dus visualiseren zou je kunnen zien als het vissen naar je twijfels. En op het moment dat je die twijfels tegenkomt, op het moment dat je hier er bewust van wordt, kun je ze recht in de ogen kijken en je kunt ze omdraaien. Zoals Goethe zei, wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent te realiseren. Dus het is belangrijk om te geloven. Het is belangrijk om te geloven in dat wat je authentiek verlangt. En geloven in deze context is een vaardigheid. Het betekent dat je wensbeperkende overtuigingen inruilt voor wensondersteunende overtuigingen. Het betekent dat je een zelfbedacht perspectief kiest en dat plaats je boven je eigen huidige opvattingen. Echt geloven betekent dat je zeker weet dat je ondanks welke mogelijke hindernis dan ook, welke mogelijke twijfel dan ook, dat je zeker weet dat dat waar je authentiek naar verlangt, dat je dat zult verwezenlijken. En vervolgens is het belangrijk dat je het ook kunt voelen. Wat wil jij? Wat wil je echt? Kun je het voor je zien? En kun je voelen alsof het al verwezenlijkt is? Kun je de vreugde voelen? Kun je het enthousiasme voelen? Kun je de blijdschap voelen? Veel mensen zijn ons voorgegaan. Hebben ons laten zien dat echt geloof bergen kan verzetten. Het geloof van Mandela, het geloof van Martin Luther King, het geloof van Gandhi heeft de wereld voorgoed veranderd. Ook jouw geloof kan bergen verzetten. Ik heb geleerd om te geloven in schaarste. Ik heb geleerd dat er niet genoeg is voor iedereen. Dat je je best moet doen, dat je moet vechten, dat je soms je ellebogen moet gebruiken om iets te bereiken, om iets te verwezenlijken. Maar uiteindelijk is er een overvloed. Er is een overvloed aan creatieve ideeën. Er is een overvloed aan vreugde. En er is een overvloed aan liefde. Iedere grote leraar die op deze wereld heeft rondgelopen, heeft ons verteld dat het leven overvloedig hoort te zijn. Het is dus belangrijk om in overvloed te denken, om in overvloed te geloven en om overvloed te voelen. Thank you.
Wat zou jij echt willen? Hoe ziet je leven er bijvoorbeeld uit over een jaar? Wat zou je willen hebben verwezenlijkt? Wat zou je willen hebben gecreëerd? Een hele simpele oefening kan je hierbij helpen. Kijk eens of je een moment kunt vrijmaken om jezelf een brief te schrijven. Een brief gericht aan jezelf en je dateert de brief een jaar later. Je dateert hem over een jaar, dat schrijf je boven de brief en je heft hem aan met je eigen naam. Lieve, beste, en daarin vul je je naam. En je beschrijft zo concreet en zo helder mogelijk hoe de verwezenlijking van het verlangen wat bij je leeft eruit ziet, over een jaar. Je schrijft het in een voltooid tegenwoordige tijd, dus alsof het al gebeurd is, alsof het al verwezenlijkt is. En terwijl je de brief schrijft, probeer je werkelijk te voelen of het authentiek is. Of je er blij van wordt, of je er enthousiast door wordt. En terwijl je schrijft en terwijl je het geschreven hebt en hem af en toe terugleest, probeer je te voelen alsof het al verwezenlijkt is. Tot slot bevat de verwezenlijking, de realisatie van jouw authentieke verlangen, niet alleen de essentie van wie jij bent, maar ook de essentie van wat je voor een ander kunt betekenen. Durf groots te dromen en wees niet te bescheiden. Door jezelf als onbelangrijk voor te doen, bewijs je de wereld geen dienst. In jouw verlangen onderscheid je je van de ander. En daarin te geloven is essentieel. Geloof erin dat er voor jou een betere wereld mogelijk is. En vertrouw erop dat liefde sterker is dan angst. De kracht van jouw voorstellingsvermogen is enorm. Het is de hoogste tijd dat je gebruik maakt van je ongelooflijke potentieel.